Ik ben geboren en getogen in Rotterdam en dit beeld van Zadkine, dat hoort echt bij mijn jeugd. Die bronzen reus met de armen opgeheven, die man zonder hart die de verwoesting van de binnenstad symboliseert. Ik vond het als klein meisje een even indrukwekkend als angstaanjagend beeld. Wist je dat het Duitse bombardement op 14 mei 1940 maar een kwartier duurde? 15 minuten maar om honderden Rotterdammers te doden en de stad in puin te leggen. Op 4 mei om 8 uur denk ik ook aan de slachtoffers. En ik realiseer me hoeveel geluk ik heb dat ik in vrijheid mag leven zonder oorlog. Daarom ben ik op 4 mei 2 minuten stil. Jij toch ook?